Mijn favoriete onderdeel komt weer. Ja, want... Ja, precies, want hier in het glazen huis hebben wij weer visite. Ja. En we are going live to our news reporter. We gaan live to Schekel to... Ik hoor wat in mijn hoofdje. Ja, ik heb verbinding. Ja. Ja. Mick, Veerle, zijn jullie daar? Ja, hey Michel, ja. Hoe is het 2 meter voor ons? Ja, ja precies. Ja, er zit blijkbaar wat vertraging op de lijn. Michel, maar begin maar. We hebben hier gasten. We gaan ze even vragen hoe ze heten. Hallo. Hi, ik ben Mitch Hiebelt. En van welke band? Orange Days. En ik heb Tim Hazen meegebracht. En we gaan een nummer spelen. Super, en hoe heet het nummer? Jullie gaan echt 1 nummer spelen. Hè? Dus, maar het is een uniek nummer, heb ik gehoord. Het is een uniek nummer. Het is eigenlijk een remix of een origineel nummer van de band. En het heet Pink Skies. Maar Mitchell, ik heb jou natuurlijk al vaker tegengekomen. Hè? Als er ergens iets is of als ik iets organiseer, dan kom jij foto's maken. Kun je nog herinneren hierachter bij het stadhuis? Toen hadden we die draaiorgel op het stadhuis, omdat toen met Golden Earring was er een of andere festiviteit. En toen kwam jij ook boven erop, hebben we die mooie foto. Heb jij nog die mooie foto gemaakt? Weet jij nog? Ja, kan ik herinneren. En die heeft ook op de voorpagina van de krant gestaan. Precies, maar jij doet ook artiesten fotograferen, hè? Noem eens een paar. Elton John, Rolling Stones, ja, van alles eigenlijk. Te gek, super. Wauw. Echt te gek, ja. We moeten uitkijken dat Elton John en Rolling Stones dan nu niet ineens jou komen fotograferen. Ja. Want dan wordt de tent te klein. Misschien kijken ze mee nou, hè? Je weet ja, het niet. Precies. Via glazenhuisgeleend.nl kan je live meekijken. Ja. Hey, zullen we gewoon naar het nummer gaan luisteren? Heel veel succes. Hier is Orange Days. Dat was gaaf hoor. Ik vind, oh, lekker nummer. Ik kan dit dus wel echt waarderen, omdat dit dus natuurlijk heel anders is dan we gewend zijn hier ja, in het glazen huis. Ja, heel goed. En welke invloed is dat eigenlijk? Welke artiesten?
mijn eigen invloed. Ja, je eigen invloed, maar toch ook een beetje ethisch? Of, Heel erg ethisch, want hier is ethisch. Ja, ja. Hey, maar ik heb nog een verhaal, hè, ken ik ook voor jou. Je hebt nog met de zoon van Simon Le Bon gespeeld in een band, van Duran Duran. Neefje, die heeft in deze band gezeten, Orange Days. Ja. Maar ja, we zijn eigenlijk als band uit elkaar, maar ik ga solo verder. Dus, Vrienden uit elkaar, of? Ja, mijn vrienden, ja. Ja, wel, ik heb nog een nummer wat ik met hem ga afmaken, dus wel gewoon vrienden, maar ik heb wel heel erg hele grote ambities met muziek. Ja. Ik ga ook volgend jaar een tour in Japan en China spelen. Wauw! Ja, weet je, als je in een band zit en die andere mensen hebben dan niet die ambities, dan is het gewoon heel moeilijk. Ja. En dan ben ik me gewoon steeds de hele tijd zelf teleur aan het stellen. En de hele tijd achter hun aan het gaan, maar dan, dat werkt gewoon niet. En toen dacht ik van ja, weet je, ik kan het solo ook, dus ik ga het solo doen. Super, te heel gek. Mooi. Maar je hebt nou één nummer gespeeld, maar is er ook een album in de maak? Misschien volgend jaar. Ik ben heel goed bevriend met Chris Lelock. En hij zit in Major Lazer, of hij zat in Major Lazer. En ik heb contact en hij is redelijk enthousiast over dit project. En ik hoop eigenlijk in januari of februari naar Miami te gaan met hem wat nummers te produceren. Maar ja, dat is altijd met zo'n bekende mensen, je hebt het super druk, dus altijd een beetje afwachten. Ik heb sterk het vermoeden dat we jou nog wel terug gaan zien ergens. We hadden afgelopen jaar ook zo'n bandje, Solomon. Ja. Die zijn het ook helemaal aan het maken, maar ik denk dat ja, Orange Days gaat er ook iets, toch? Veel en Mick. Ja, ik heb daar wel vertrouwen in. Als ik dit zo hoorde, ja. Dan En je hebt de goede contacten, dat scheelt ook altijd. Ja, en ik hoor dus wel bepaalde invloeden ervan. Ik hoor dus wel invloeden van Purple Disco Machine terugkomen in jouw werk. Ja. Wow, Mick. Ja. Jazeker. Tim Haan is mijn beste vriend. Hij verdient, zijn eigen project verdient ook superveel aandacht. Dus ik hoop dat jullie misschien volgend jaar de kans geven om met zijn eigen project hier te staan. Want hij... En wat is jouw project? Ik heb nog geen naam voor die project, weet ik niet. Nou ja, dan is... Maar je praat gewoon Nederlands. Yeah, well, I try. Dan is dat geregeld, project zonder naam. BZN is toch gestopt, dus... Well, future's gonna tell, but I'm working on something. And who knows, maybe Mitchell's gonna pull me back here in the glass chamber. Yeah. So let's see. Keep you an eye. Keep you an eye. Goede Engels weer.